Han Berger laat bij de graafschap een zware erfenis achter. Hij heeft natuurlijk wel ongelooflijk veel goeds voor de graafschap gedaan. Ik denk als hij er niet was geweest, dat de graafschap al ter ziele was geweest. Alleen iemand die gepokt en gemazeld is in de voetbalwereld kan Berger opvolgen. Zo iemand is Leen Looyen, een voetbalvriend van Berger. Hij wordt nu al gezien als El Salvador van de graafschap. Hij is wel een mannetje met ervaring, dus van mij mag die komen. Ik vind Leen Looyen wel geschikt voor dat werk. Heb je NEC ook wat neergezet? Ook de samenwerking met trainer Henk van Stee hoeft zeker geen probleem te zijn. Ja, ik ken hem wel. Ik heb natuurlijk met hem gewerkt in het CBV-bestuur. Toen ik daar nog bestuurslid was. En het is wel zo dat ik in mijn contract heb ook staan dat ik mijn toekomst hangt ook een beetje af aan de nieuwe TD. Of wij wel, of het wel klikt. Ik ben ook bij NEC gekomen, dus onder hem. Dus ja, hij heeft denk ik geen slecht werk geleverd bij NEC. De graafschap verkeert in een moeilijke periode. Met weinig geld en weinig punten. Wij zullen tot de laatste speeldag zullen wij moeten knokken. Om in ieder geval te zorgen dat we misschien rechtstreeks erin blijven. Of via de na-competitie erin blijven. Gemekker heb je al een aantal jaren. En dat moet maar voor eerst en altijd een keer afgelopen zijn. Maar met Looyen als redder moet het goed komen in de Achterhoek. Alleen moet de nieuwe directeur deze bestuursfunctie nog leren kennen.